Edo Brunner, ja. Waarom heb jij een eigen Autoweek duurtester? Ja, Roland, het zit zo. Arie en ik, we zijn op pad met onze cabaretvoorstelling Pompen. En het decor bleek te groot en te veel om in mijn Citroën Berlingo te passen. Dus toen hebben we de wijze mensen bij Volkswagen Bedrijfswagens Nederland bedacht dat het een goed idee was. Dat wij dus deze bus mochten gebruiken totdat de show weer over is. En dat we hem dus mogen duurtesten. Juist, ja. En wat voor een is het er? Een Volkswagen Transporter. Zo? Ja, een hele snelle ook. En met leren stoelen. En wat weet je er nog meer over? Ja, uit navigatie. En 180 pk, meneertje. Ja, echt waar. Het ding is echt snel als de brandweer. Maar we rijden wel heel netjes mee. Ja. Ik weet genoeg, zet hem maar even aan de kant, joh. Wat is er dan? Edo weet natuurlijk prima in wat voor bus hij rijdt, maar laten wij eens even in de details duiken. Inderdaad, het is een Volkswagen Transporter met de tweede lengte die Volkswagen in het gamma heeft. Dat wil zeggen, het is dus niet de kortste variant die je kunt kiezen, maar net eentje langer. Zorgt natuurlijk voor net wat meer bagageruimte. En ook die 2 liter diesel klopt, 180 pk en 400 Nm aan koppel. En dat is nou net wat deze Transporter zo interessant maakt. Want die motor, gekoppeld aan een DSG automatische versnellingsbak, zorgt ervoor dat je deze Transporter eigenlijk kunt rijden als een personenwagen. Want hoewel je het aan de buitenkant niet zo zien, het is echt een vlot apparaat, hoor. Zeker van 0 naar 80 wil die absoluut. Hij is niet gebouwd voor de hogere snelheden, maar hij voelt zich er wel thuis. En wat ik zo knap vind aan een Transporter is, je went heel snel aan zo'n auto. Op de hogere snelheden is het goed vertoeven. Hij is misschien een beetje lawaaiig in vergelijking met een personenauto, maar je voelt je de koning te rijk. Je gaat ook een beetje als een buschauffeur rijden, hoor. Zo, je vingertjes aan het stuur. En als je een rotonde moet pakken, heb je bijna de neiging om met zo'n draaiknop te gaan werken. Maar al met al een hele prettige cabine om aan boord te zijn. Deel van die kracht zit ook in het onderstel, want deze Transporter is echt een verbluffend, heel soepel geveerde bus. Erg aangenaam. Vooral die vooras, die valt me heel erg op. Hij klappert niet, maar vangt, ondanks het hoge gewicht van deze auto, 1900 kilo, heel mooi die klappen op. Ja, dit is dan wel weer. Bochtjes draaien is niet zijn grootste sterkte. En toch vraag ik me af, wat voor soort mens koopt dit nou? Moet je nagaan, het is een werkbusje, oneerbiedig gezegd, maar dan wel van €70.000. En ja, zoals Edo al zei, dan heb je inderdaad navigatie aan boord, cruise control, stuurwielbediening, automaatje, lederen bekleding en ga zo maar door. Maar dan nog, poeh. Antwoord op die vraag kan zijn, iemand die een gezin heeft en graag veel spullen wil meenemen. Iemand die bijvoorbeeld normaal gesproken in de markt zou zijn voor pak een beet een BMW X5. Een auto die veel spullen kan meenemen, veel dingen kan en toch ook wel aangenaam reiscomfort biedt voor 5 personen. Maar voor zo'n X5 betaal je zomaar €120.000 en deze dus 70. Een hoop geld, maar je krijgt ook serieus veel auto. Het blijft een duurtest, dus waar zijn wij tot nu toe al tegenaan gelopen? Nou, wat mij meteen opvalt met mijn 2,4 meter is dat een Transporter voor langere mensen niet de meest relaxte bus is om in te rijden. Deze schakelcoulisse zit gewoon in de weg voor mijn knieën. Edo, een stuk kleiner, die zit er goed in, dus misschien ligt het wel aan mij, maar het is toch iets om rekening mee te houden. En dan nog iets, die rechte neus die pakt me een partij vliegen, joh. Deze auto is nu een paar weken in gebruik en we zijn al door de eerste tank ruitenwisselvloeistof heen. Dus ja, ook daar ga je vaak tegenaan lopen. En dan nog iets aan die voorruit. Hij heeft al een steentje voor zijn kiezen gekregen. Dus de eerste scheur is een feit. Maar goed, dat kan ongeluk zijn. Ik ben heel benieuwd hoe deze bus de komende maanden gaat overleven. Aan Edo en Arie gaat het in ieder geval niet liggen. Wil je nou meer informatie over hun show, Pompen? Kijk dan op edo-en-ari.nl. En wil je meer informatie over deze transporter? Blijf ons dan gewoon volgen.